jaren geweest, maar meer jaren waar heel veel kapitaal wegstroomde vanuit de productieve sector naar de financiële sector. We hebben het gezien met de aandelen, de obligatiehandel, maar ook met de vastgoed. Ja, hoe deden ze dat? Omdat de staatsobligaties enorme renteverplichtingen hadden, konden de banken en de financieringsmaatschappijen daar heel veel geld mee verdienen. De kosten werden gedragen door de rest van het bedrijfsleven en belastingbetalers. Een groot deel van de overheidsuitgaven ging aan rente op. Dat is nu nog het geval trouwens. Maar om de rentestanden na 1980 zich weer op een neergaande spiraal bevonden, stegen de oudere obligaties die hogere rentes hadden in waarde. Zodoende kon de financiële sector hier goed aan verdienen. Men wist dat de prijsinflatie naar beneden ging en zodoende de rentestanden ook. Dus er werd een levende handel in staatsobligaties en risicoloos geld verdienen. De belastingbetalers en andere productieve sectoren betaalden het gelag. We weten allemaal dat heel veel productieve sectoren zijn dus verdwenen vanuit het westen richting Oost-Azië bijvoorbeeld. En het was voor hun moeilijk om aan kapitaal te komen. Derhalve zag je dus een enorme overheving van het kapitaal, hè, van de productieve sector, de handel, industrie en landbouw, richting non-productieve sector, financiële instellingen en overheid of overheidsgerelateerde instellingen. Dit is tot 2008 gewoon doorgegaan. De productieve banen zijn verdwenen richting Oost-Azië en de gebakken lucht hebben we hier. Alles wat we nu tot nu toe hebben verteld is gefinancierd met krediet en de schuldenbouw. Men noemde dit in 2008, iedereen weet het nog, de kredietcrisis, maar in werkelijkheid was het de schuldcrisis, die met de dag erger werd. Er is niet te weinig krediet, maar juist te veel schuld. Nou, we zien aan Griekenland en Italië en Spanje en al die andere periferie dat waar het toe kan lenen. En daar brengt juist de schoen, want met te veel schuld is het zaak om deze af te bouwen. Niet alleen Griekenland zit in het probleem, maar juist de hele westerse wereld. Griekenland was eigenlijk de Canarie in de kolenmijn. Want je zag dat zij als eerste, zeg maar, al toentertijd 110% van hun BBP in schuld hadden. En dat is alleen maar geëscaleerd. Maar zij worden gevolgd door alle andere landen, en waaronder Nederland. Dus dat is een rapport van Reinhardt en Roekhoff heeft gezegd dat alle landen die een schuldquotum hebben van boven 95% van BBP, uiteindelijk zullen leiden tot een faillissement. En dat geldt niet alleen voor de overheidsschulden, want tellen we de private schulden, dus van bedrijven en particulieren mee, dan is er geen enkel land uitgezonderd van een aanstaand faillissement. Reeds in 1776 waarschuwde Adam Smith in zijn boek The Wealth of Nations ervoor dat geen enkel land ooit zijn schulden heeft afbetaald. Ook Nederland niet. Nederland is twee keer failliet gegaan in de 18e eeuw. Dat wordt ook weinig verteld, maar Nederland is er ook niet van uitgezonden. Derhalve is het een waarschuwing aan ieder die het investeren in staatsobligaties geen zekerheid heeft. Opgelet, pensioenfondsen. Even terug naar het verhaal en de mogelijke oplossing. Ik ga nu even afsluiten. Ik heb nu in het kort geschetst wat de problemen waren met de opbouw van de schulden in de wereld. En men moet daarom de oplossing zoeken in de ontbinding van het schuldsysteem. Elke schuldeconomie, of het nu de eurozone is of het dollarsysteem, heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Een schuldsysteem, of een geldsysteem, wat we hebben over de afgelopen eeuw hebben gezien, dat elke 30 of 40 jaar gaat het failliet. Dus we hebben dus in 1914, met de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog, dat de vaste goudstandaard werd verlaten. Waarin in 1934 of 1944 dat Bretton Woods systeem werd opgericht. In 1971 werd het dollarsysteem verlaten en nu zitten we in 2011. En zitten we weer in hetzelfde bootje. Vandaar dus dat we nu al zeg maar 60 jaar bezig zijn met een schuldopbouw en we hebben de muur gezien waar tegen deze schuldeconomie zich op de pletten slaat. Eerste plaats is dat dat we dit moeten gaan onderkennen. De meeste politici, gesteund door onwetende economen en media, van de Keynesiaanse huizen, begrijpen zelfs dit niet eens. Dus daar valt al heel wat aan uit te leggen. En wanneer we premier Rutte horen dat de euro een geweldige munt is, dan zijn we nog heel ver van de realiteit verwijderd in ons land. Dank u.